Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 22 september. Ik ben klaargemaakt, een tijdje geleden al, want ik heb al boodschappen gedaan. Leuk dat je meekijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Ik heb dus al boodschappen gedaan. Ik ben even bij de Action geweest, want het feit wel dat mijn moeder zondag jarig is en ik had even een cadeautje nodig. Dus ik heb even wat dingetjes gehaald. Volgens mij heb ik weer een vieze bril op mijn snuit. Daar ga ik morgen even een shoplog van opnemen. En ja, ik denk dat die volgende week online komt. Ik heb voor zaterdag al een video. Maar goed, nu ik dit zeg, als deze week vlog online komt, komt die shoplog dus zaterdag online. Dus dat heb ik gedaan. Ik had net even een pompoenpitbroodje gegeten die ik meegenomen bij Lidl. Die was nog wel lekker vers. Ik merk wel heel erg het verschil. Ik had bij Giethoorn, of in Giethoorn had ik ook zo'n pompoenpitbroodje. Die had ik bij de Plus gehaald. Ik merk wel het verschil tussen die van Lidl en van Plus. Dus ik heb wel het idee dat hier ook echt roomboter in zit. Maar was wel lekker. Ik heb wel heel erg beschadigde nagels. Bij deze kant ook. Dus die moeten we vanavond eventjes bijwerken. Ik had gisteravond een baalmoment. Vier handen op één buik, dat kwam niet. Nou ja, goed, dat is niet anders. Je had vrouwenvoetbal. Dus ik heb de handhavers gekeken en ik had een serie opgenomen op net 5. Adem in, adem uit. Ik weet nog niet zo heel goed wat ik daarvan vind. Ik heb pas één aflevering gezien. Het kwam een beetje vaagjes over, maar goed, we gaan het zien. Dus ik heb dat opgenomen. Ik ga dan terugkijken nadat ik de handhavers heb gekeken. En ik zie dus dat achteraan adem in, adem uit, Nieuw Amsterdam komt. Ik dacht het zal seizoen 1 of seizoen 2 zijn. Er is een seizoen 3, maar die staat nog niet op Netflix of Videoland. Ze laten een voorstukje zien en dat voorstukje komt mij niet bekend voor. Dus ik denk, nee, dit kan nog niet, hè? Dus ik heb gekeken. Zenden ze seizoen 3 uit op net 5. Dus ze zenden nu op dinsdagavond seizoen 3 van Nieuw Amsterdam uit op net 5. Maar ik heb dus gewoon al 3 afleveringen gemist, want dit was al aflevering 4. En ik denk, ja, het heeft ook geen zin om dat te gaan kijken, want dan zit ik er niet meer in. En ik baalde zo. Ik dacht, waarom wist ik dit niet? Ik weet het niet. Dus ik ben nu aflevering 1 en 2 aan het downloaden. Ik wacht nu op aflevering 3. Ik weet niet per wanneer Netflix het online gaat zetten. Dat is nogal verschillend. Volgens mij kan Netflix het zelf nog niet bevestigen. Maar ik baalde zo. Ik dacht, shit. Ja, ik wilde dat zien. Ik heb zo gewacht op seizoen 3. En ja, dan mis je het. Dus dat was wel eventjes een baalmoment. Verder heb ik de vlog afgemaakt. Ik heb foto's bewerkt. Die zijn nog niet helemaal af. Toen heb ik Rita gekeken en ben ik verder gegaan met die serie, die Belgische serie, maar hoe heet die nou? Iets met Cupido. Ik zet de naam even in beeld, want ik kom er nu eventjes niet op. Dus dat was het ook. Ik heb een beetje last van mijn nek, maar goed, dan gaat het wel weer uit. Ik ga het zometeen hier de boel doen. Dus ik ga kijken of ik jullie daarbij kan zetten. Ik ga het proberen. De camera ligt nog steeds bij de reparateur. Ik heb even gebrainstormd met mijn vader over de televisie, want ik wil natuurlijk nog steeds een muurbeugel kopen. Maar ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik heb op internet gekeken en toen kwam ik bij bol.com uit. Die heeft heel veel soorten, maar het is heel verschillend, want de een zegt bijvoorbeeld bij een muurbeugel, het is een hele goede muurbeugel. De andere vindt die weer heel erg slap, dus ik weet het niet. Dus ik ga, als ik mijn camera ga ophalen, eventjes kijken bij de Mediamarkt wat daar is, want ik weet het gewoon even niet. Weet je, dan kan ik zien wat ik koop. Ik vind het nu gewoon heel lastig, dus dat is eventjes de planning. Als ik bullet journal de boel hier heb gedaan, ga ik even bullet journalen. Maar ik zal jullie eerst eventjes de boodschapjes laten zien. Dan hebben we dat ook gehad. Dan kan dat straks ook naar boven. Want het meeste wat nu nog te licht kan naar boven. Ik zal even beginnen met de dingen van de koeling. Ik heb gewoon weer mijn slavinken. Ik heb kipfilet van maandag. Weer de dubbelpak. Dat vind ik altijd heel lekker. Dus die. Verder heb ik vanmorgen kippenkluifjes. Had ik vorige week al zin in, die hadden ze toen niet, dus die heb ik niet. Ik kan ook weer mooi een deel van in de vriezer, want ik eet natuurlijk in mijn eentje niet 550 gram aan kippenvleugels. En ik heb spekjes, wat ook in de koeling moest, dat zijn deze. Dat zijn de kindermelkschijfje. Die heb ik voor mijn moeder meegebracht, want mijn moeder die was hier heel erg benieuwd naar. Die wilde die graag proberen, die had je deze week bij de Lidl.
zei ik van, nou, ik kan wel even kijken. Kon ik ze helemaal niet vinden. Maar toen heb ik het gevraagd, dus ze lagen dus inderdaad ook in de koeling. Het is cake met een melkvulling erin. Nou, ik vind er niks aan, maar mijn moeder wilde ze graag proberen. Dan heb ik weer even een chocomelletje, zoals elke week. De bootjes waren in de aanbieding, dus ik heb bonen. Ik heb een broccolietje. Hoe groot is deze eigenlijk? Ah, 464. Prima. Ik heb even een chutje meegenomen. Ik ben de losse zakken chut vergeten bij de Lidl. Dus ik dacht, ik neem wel even een losse mee. Wat ik ook voor mijn moeder heb gehaald, dat is de cacao. Dit is van Buisman. Mijn moeder die vindt het ook lekker om... Moet ik even heel goed nadenken. Ja, mijn moeder vindt het heel erg lekker om ook cappuccino te maken. Toen zei ze, ik zou graag een keer cacao willen. Kon ze niet vinden. En toen zei ik, nou kijk wel even. Dus die heb ik ook voor mijn moeder. Dus die moet even apart. Bij Plus had je ook twee keer de frietsaus. Dat was nu 2,5 prijs. Dus ik heb even twee grote tubes meegenomen. Ja, ik eet dit toch altijd wel bij de patat. Dus nou, dan heb ik gewoon weer even op voorraad. Bij Lidl heb ik niet veel gehaald meer. Van Lidl zit hier alleen nog in. Twee keer de alwasmiddel. Ik had vorige week al meegenomen. Maar je had nu twee flesjes voor een eurotje. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel een goede deal. Ik ben nog even bij Kruidvat geweest. Ik zal even kijken hoor. Wat ik daar nog in heb zitten. Dat is niet veel. Ik heb even Michelin water gehaald. Deze. Die heb ik vaak voor een zeer gevoelige huid. Er zit 0% parfum en alcohol in en weet ik veel wat. Trouwens ook compleet vegan nu. En eventjes kuppensoep. Dus dat waren de boodschappen voor deze week. Ik had niet heel erg veel, maar het is prima. Ik ga dit even opruimen en dan ga ik eerst eventjes hier de boel doen. En ja, ik ga jullie proberen erbij te zetten. Jullie dit nog niet laten zien. Ik heb hier die bakken neergezet. Ik ben even op zolder. Hier zit gekleurd papier in. Hier heb ik tabbladen. Hier liggen de kaarten nu in. En hier heb ik een dingetje met allemaal blaadjes. Dus die heb ik hier ingelegd. Ik heb hier ook een magneet van slagaar. Die zit hierop gedrukt. Dus ja, ik ben er wel blij mee hoe het nu staat. Dus ja, dat is allemaal wel weer mooi zo. Dat kan allemaal zo prima. Zo. Het huis is weer lekker klaar. Mijn haar zit echt heel erg belabberd vandaag. Maar alles is weer lekker schoon. Dus dat is altijd wel weer een heel fijn gevoel, vind ik zelf. Ik heb net even de programma's ingesteld voor vanavond die ik op wil nemen. Hudson en Rex in Steenrijkstraat Arm. En ik heb ook nog even lekker gebullet journaled. Dus wat dat betreft ging het allemaal wel lekker vlot. Ik vond het ook lekker om even bezig te zijn. Ja, ik kan er wel van genieten. De katjes hebben nu net lekker gegeten. Ze hebben al wel weer wat plukken haar hier en daar verspreid. Want ze hebben weer een beetje gevochten en zo. Maar ja, goed, dat zijn dingen die zul je toch houden. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Straks douchen en eten. Dan kijk ik vanavond Goede Tijden. Daarna eventjes Chantal's Beauty Camper. Even Steenrijkstraat Arm. Ik ga even de foto's verder bewerken en ook het artikel schrijven. Ik moet nog even een thumbnailtje maken voor de vlog die morgen online komt. Verder. Rita. En vanavond heb ik dan Hudson en Rex. Dus dat is ook wel weer leuk.
Dus ja, dat wordt verder ook de planning. Ik heb trouwens gisteravond nog naar Ajax gekeken. Hadden ook weer goede zaken gedaan. Weer lekker gewonnen. Dus dat was wel weer lekker voor de punten. Dus ja, dat was ook wel weer leuk. Dus dat is fijn. En nu spelen we het weekend op zaterdagavond. Dat komt mooi uit. Want zondagmiddag ben ik er niet. Dus dan ja, is dat wel lekker dat ik dan kan kijken. Ja, ik ga het nu even lekker relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Ik moet ook vanavond weer even deze beelden op de computer zetten. Want anders trekt de telefoon het niet. Maar goed, dat gaat helemaal goed komen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is alweer 23 september. Ik ben klaargemaakt. Ik werd wakker met een beetje hoofdpijn. Ik was ook nog best wel moe. En dat merk ik dan toch dat ik gisteren een beetje druk ben geweest. Maar goed, het geeft niet. Het is allemaal klaar. Het was ook nodig. Dus nou ja, dat merk ik altijd een beetje lichamelijk, zeg maar, aan mezelf dan een beetje. Ik heb gisteren televisie gekeken. Allereerst Chantal's Beauty Camper. Hele mooie uitzending ook. Was ook wel een beetje emotioneel. Soms ging een meisje ook helpen met het syndroom van Down. En ja, je merkt gewoon, die mensen zijn heel knuffelig. En dat was gewoon allemaal, ja, was gewoon heel schattig. Dus dat. Ze hadden ook één vrouw gekleed. Die was ziek. Hartstikke leuk geworden, maar de kleding, ik vond het eigenlijk niet mooi zitten. Ze kreeg een pak aan, hartstikke leuk pak, maar het zat bij haar niet netjes. Ik vond haar in dat pak een beetje een aardappelzak. En dat ligt gewoon puur aan dat pak, omdat het ook een vrij lange vrouw was. Ze was 1,87, had ook best wel grote schoenmaat. En daar deden ze dan sneakers onder. Ja, in mijn hoofd past dat niet, omdat een pak is voor mijn gevoel heel netjes. Dus daar hoort dan een leuk sandaaltje onder of een leuke pump. Nou snap ik dat je ook niet met de hoge hakken gaat werken als een vrouw al best wel lang is. Maar ik vond het niet helemaal netjes zitten. Ik vond de make-up en de haar vond ik allemaal hartstikke leuk. Maar dat pak, dat, nee, het was niet flatteus, zeg maar. Daarnaast Steenrijkstraat Arm. Daar is best wel veel commentaar opgekomen, moet ik zeggen. Dat kwam ook. Het gezin die niet rijk was, zeg maar. Ik vind altijd arm, vind ik zo'n rot woord. Ja, die hadden ook wel een hele hoop meegemaakt. Die man die was afgekeurd, want die heeft een ongeluk gehad in heel veel jaren terug. Hij heeft daardoor in coma gelegen, hersenbeschadiging, zijn rechterkant was verlamd. Of kon hij bijna niet gebruiken, hij kon wel auto rijden. Dus ik denk ook niet volledig verlamd, want anders kun je ook niet auto rijden, denk ik. Hartstikke sneu. Ze hadden 3 dochters, 2 daarvan met autisme. Daardoor werkte zijn vrouw ook niet, want die nam de zorg van zowel de man als de kinderen op zich. Maar ze hadden best wel een vol huis. De tuin stond ook heel erg vol en ja, ik denk dat je dat best wel een beetje kan opruimen. Zo'n tuin kan er dan eigenlijk best wel netjes bij liggen, denk ik. Maar goed, ja, ik weet het niet. Nee, het was wel heel vol allemaal. Maar goed, daar is dus heel veel kritiek op gekomen. Ik heb een heel raar plukje, zien jullie het? Dus ja, dat, ik vind het altijd een beetje lastig, weet je. Er komen er ook berichten van, ja, zoals die man kan toch ook een krantwijk nemen. Nou ja, ik denk dat hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering had. Ze zaten ook in de schulden. Ze hadden 85 euro per week om van te leven. En ik van, ja, maar een krantwijk. Volgens mij beseffen heel veel mensen niet hoe weinig geld dat oplevert. Want dat is misschien leuk als je jong bent, hè. Tegenwoordig nemen heel veel, volgens mij 13-jarigen nemen wel een krantenwijk. Maar ik denk als het misschien 70 euro per maand en misschien ben ik dan nog heel ruim qua denken bij een krantenwijk. Maar stel het levert 70 euro per maand op. Het wordt afgetrokken van je uitkering. Ja, wat is 70 euro denk ik dan? Weet je, het is niet dat ze dat als extraatje dan hebben. Maar dat weet ik allemaal niet. Dat is een aanname die ik zelf een beetje heb gedaan. Maar goed, er was in ieder geval best wel veel kritiek op. Daarna heb ik de vlog ingepland en mijn artikel geschreven. Rita gaan kijken. En toen had ik Hudson en Rex en dat was een hele mooie uitzending. Alleen ik wist eigenlijk vanaf minuut 1 al wie het gedaan had. Ja, ik had al bij minuut 1 zoiets van, nou volgens mij heb jij het gedaan en mijn vermoeden klopte. Maar dat was wel een hele mooie uitzending, dus dat was allemaal mooi. Ik ga zo eventjes de Action Shop vlog opnemen, die is dan voor zaterdag. Dan heb ik die alvast klaar, want ja, ik moet natuurlijk, het is dan, ja, als ik nu praat zeg ik,
Als jullie deze vlog kijken, komt hij zaterdag online. Maar nu ik het film, komt hij dus niet deze zaterdag online. Snappen jullie het nog? Het is heel vaag. Maar ik heb zondag natuurlijk de verjaardag van mijn moeder. Ja, als ik dit zeg, is dat dus al geweest. Maar dan kan ik in ieder geval eventjes dat in de shoplog nog laten zien. En dan kan ik gewoon, is dat klaar, dan kan ik het ook opruimen. Dus dat is wel fijn. En ik ga even bullet journalen. Vandaag niet heel veel op de planning. Ik ben qua schoonmaken ben ik klaar, dus dat is verder lekker. Dus ik ga even stofzuigen. Ik heb al voor jullie mijn workout gefilmd, dus die laat ik mijn kletspraatje laat ik die beelden even zien. Ik weet niet precies wat er allemaal goed op staat en wat dan ook, want het is nog steeds improviseren. Ik heb nog steeds niks van de mediamarkt gehoord. Het is wel heel bizar. Ik volg een meisje op YouTube en die heeft op dit moment precies hetzelfde probleem. Die heeft ook haar camera bij de mediamarkt gebracht. Die had weliswaar een ander probleem als wat ik had. Maar die heeft dus nu te horen gekregen dat ze uiteindelijk in eerste instantie zelf ervoor moest gaan betalen. En die heeft het nu voor elkaar gekregen dat Mediamarkt dus de reparatie betaalt. Maar het is raar dat ik nog niks heb gehoord. Want morgen zijn er 15 dagen om en er staan dus 15 dagen voor. Dus als ik vandaag niks hoor en morgen ook niks heb gehoord, ga ik ze eventjes bellen. Maar goed, ik ga het nu eerst eventjes wat doen en dan ga ik eerst eventjes de video opnemen. Dan is dat ook weer klaar. Staat er alweer op, dus ik kan nu mooi eventjes gaan opruimen. Dan kan ik een mooi even lekker bullet journalen, want het is eigenlijk allemaal best wel vlot gegaan, dus dat is altijd wel fijn. Dus ik ga dat nu eventjes doen en dan ga ik eerst even nog wat drinken, want ik heb een beetje last van mijn keel. Maar in ieder geval fijn dat dit er alweer op staat, dan heb ik dat alweer klaar in ieder geval. Zo, ik heb eventjes lekker nog gebullet journaled en dit keer ben ik met mijn mus bezig geweest. Wat dingen geschreven, maar ik had mijn lijmstift niet bij de hand, dus ik heb nog niets geplakt. Maar ja, ik loop zo achter, jongens. Het is echt niet leuk, dus ik moet echt even flink voortmaken. Maar de doodles zijn bijna klaar, dus kan ik daar volgende week wel even mooi aandacht aan besteden. Ik had eventjes Nathalie een berichtje gestuurd of zij eventjes nog wat wilde halen. Dus dat wilde ze doen, dus die heeft nu eventjes die appte net even. Ik had even een cadeautje van mijn moeder laten zien. Ik heb de verwarming net aangezet en hij gaat aan. Yes! Hij gaat nu wel aan, dus nu wordt het als goed is wat warmer. Ik heb zulke koude voeten, het is niet normaal. Ik heb het gewoon echt koud. Ik weet ook niet eens hoeveel graden het is. Ik ga nu nog even lekker relaxen en dan straks eventjes lekker douchen en eten. Verder ga ik vanavond Meiland kijken natuurlijk. Ja, het is weer donderdag. Daarna even meester Frank Visser. Ik moet foto's bewerken. Misschien dat ik al wat aan de thumbnail ga doen. Even kijken hoe alles vlot. Dan ga ik Rita kijken. En dan heb ik vanavond weer lekker code 37. Daar kan ik me wel weer op verheugen. Ik heb straks lekkere kippenpootjes. Dus die kunnen straks mooi op. En ja, dat wordt verder de avond. Niet heel bijzonder. Dus lekker basic. Maar gewoon ja, lekker. Deze broek moet in de was. Er zit katten eten in. Dus die gaat lekker de was in en hier wordt het nu zometeen lekker wat warmer, want het is nu hier binnen. Standaard de temperatuur is nu 20,5, dus wat dat betreft dan kan die ook wel gewoon lekker aan, want ik merk gewoon echt dat ik het koud heb. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag, het is 24 september. Ik ben klaargemaakt. Het goede nieuws is dat mijn camera klaar is, die is er onderweg naar de Mediamarkt. Die is gisteravond verstuurd, dus ik hoop dat die vandaag of morgen weer bij het filiaal is van de Mediamarkt. Als het zo is, dan ga ik hem zondag even ophalen, voordat we naar mijn moeder gaan. Want dan hoeft mijn vader ook niet extra hierheen te komen om hem op te halen.
En dat zou dan mooi zijn als we dat kunnen regelen. Maar het is nog even afhankelijk of die er dus daadwerkelijk is, ja of nee. Dus daar ben ik wel blij om. Ik weet verder niet wat ermee gebeurd is. Of die gerepareerd is of wat dan ook. Die informatie krijg je niet. Dus dat zal ik allemaal horen als ik hem ophaal. Wat is er, Mickey? Hou ze op met vervelend doen, alsjeblieft. Verder heb ik gisteravond Chateau Meiland gekeken. Nou, dat was wel weer gewoon lachwekkend. Ik weet niet hoe ze het elke keer weer doen. Maar Martien die was alleen maar aan het zeuren en aan het zeiken. Ze waren op vakantie. Ze moesten om de 3 dagen zo'n staafje in de neus hebben voor de corona. Die bij Martien ging trouwens heel diep. Die bij Maxime minder. Ik kreeg er een beetje rillingen van toen ik het zag. Maar het was verder wel weer heel erg leuk. Daarna meester Frank Visser. Ja, dat was ook allemaal gezeik. Want dat was weer een burenruzie. Ik vond het eigenlijk best wel een beetje asociaal. Hoe er naar elkaar gedaan werd. Dus meester Visser die greep op een gegeven moment ook in die zaal. Ik wil niet dat jullie naar elkaar wijzen, zei hij ook. Ze zaten echt zo, jij. Dus dat vond hij niet zo'n goed idee. Maar nou, was verder wel leuk. Ik heb de foto's klaar. Ik heb de thumbnail al af. Dus dat was ook mooi. En nu ga ik. Daarna heb ik Rita gekeken en code 37, wat heel spannend was. Dus dat vond ik echt een hele goede aflevering. Vandaag niet zo heel veel op de planning. Ik ga eventjes cadeautjes inpakken voor mijn moeder. En ik wil boven even nog wat opruimen. Ik ga zo eerst eventjes het oude papier aan de weg zetten. Want die komt morgen. Dus die moet eventjes aan de weg. Dan is die weer leeg. En even bullet journalen nog. Dus dat is het ook eigenlijk wel. Ik kom daar morgen niet aan toe. Want morgen moet ik de foto's doen en even de kwasten wassen. Omdat ik normaal op zondag foto's maak. Dus dat doe ik dan eventjes morgen. Dus dan morgen kan ik niet bullet journalen. Maar dat kan ik dan mooi vanmiddag nog even doen. Verder ook weinig nieuws eigenlijk. Nee, ik heb alles wel weer vermeld wat ik vermelden moest, geloof ik. Dus ja, dat is het eigenlijk ook wel. Ik ga het nu eerst maar eventjes het oude papier zorgen dat dat naar buiten gaat. En dan ga ik daarna eventjes stofzuigen en de cadeautjes inpakken. Daar zet ik jullie dan wel eventjes bij. En dan doe ik het verder ook een beetje rustig aan. Ook wel lekker. Dus ja, tijd om eventjes wat te gaan doen. Ik heb even de cadeautjes voor mijn moeder erbij gepakt. Kan ik jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb hier allereerst een kaart. Die ga ik straks gelijk even schrijven. Ik heb hier een kledingborstel. Die kan ze dan ook voor de kleding, maar ook voor de bank gebruiken. Ik heb een haarborstel. Ik heb dit beeld met een egel. Daar kan ook licht in. En ik heb hier sloffen. Dus dat zijn de cadeautjes. Jullie gaan ze nog zien in de Action Shop blog. Maar goed, ik ga ze nu even inpakken. Dan is dat klaar. Dus ja, dat heb ik voor mijn moeder gekocht. Deze stond niet op het lijstje en deze ook niet. Maar ze had wat dingen gevraagd die ik niet kon vinden. Die op het lijstje stonden. Dus deze stond op het lijstje en deze ook. Dus ik ga dit mooi eventjes inpakken voor haar. Ik heb inmiddels alles klaar. Ik heb de kaart even geschreven. Maar op een gegeven moment zat de geheugen van de telefoon vol. Dus ik kon niet meer verder vloggen. Ik vlog nu ook soms even met de oude telefoon. Omdat ik dan met mijn eigen telefoon even wat batterij kan besparen. Want anders gaat die heel snel leeg. En dan is het wel handig dat je nog even een oude achter de hand hebt om te vloggen. Ik heb op zich wel een fijne middag gehad. De cadeautjes zijn ingepakt. Ik heb nog eventjes gebullet journal, niet heel lang. Want ik heb boven nog wat dingen opgeruimd. Ik heb een was erin gedaan. Het karton staat aan de weg. Alleen ik ben een beetje geschrokken.
Nathalie belde net, die is vanmiddag met Lent naar het consultatiebureau geweest. Ze doet het verder eigenlijk heel goed. Ze mag nog meer eten dan dat ze al doet. Nou, dat vindt Lent geen probleem. Het groeien gaat ook goed. Ze hebben alleen op haar hartje hebben ze een ruisje gevonden. En daar ben ik wel heel erg van geschrokken. Ze moet daarvoor naar de kinderarts. Dus daar ging een brief heen en dan moeten ze dus voor naar de arts. Ja, ze weten niet. Het klonk wel als een rustig ruisje, maar ja, daar kan zo'n dokter bij een consultatiebureau eigenlijk niet echt over oordelen. Dat moet echt een gespecialiseerde arts doen. Dus Nathalie vertelde dat. Ze kan de tranen echt wel in mijn ogen staan. Ik mag dit trouwens ook delen met jullie van Nathalie, dat heeft ze gezegd. Maar ik ben, ik ben wel redelijk van slag hierdoor. Ik heb wel eventjes een paar tranen omgelaten. Ik vond het echt heel erg moeilijk. Ik denk, ja, ze heeft al best wel veel meegemaakt natuurlijk. Ook met dat plekje in haar mond waar ze aan geopereerd is. Nu dit weer. Ja, we weten helemaal niet wat eruit gaat komen, hoe en wat. Maar het heeft me wel heel erg aangegrepen. En ik ben er heel erg van geschrokken. Dus ik vind het best wel moeilijk. Dus in ieder geval te hopen dat ze dan een beetje snel naar een dokter kunnen. Zodat ze ook wat duidelijkheid krijgen. Want ja, ze is eigenlijk altijd zo vrolijk en het gaat zo goed met haar. En dan van zoiets schrik je wel. Ze is altijd best wel ook wild met spelen, gewoon omdat ze dat leuk vindt. En ja, wild met spelen, dat klinkt heel raar. Ze kan heel rustig gewoon zelf spelen met de speelgoedjes. Maar ze vindt het ook heel leuk als je heel wild met haar doet. Dus als je haar optilt en je doet een beetje ruig met haar, dat vindt ze geweldig. Ik ben er een beetje door van slag. Als de was straks klaar is, kan ik in ieder geval die even in de droger stoppen. Ik ga wel even de nagellak eraf halen, want het is best wel lelijk. Nu wat randjes en ja, het ziet er niet heel mooi meer uit. Verder heb je vanavond Flikker Rotterdam, daar heb ik wel weer zin in. Ik ga denk ik even Rotterdam en Dodder daarmee beginnen, want dat heb ik wel opgenomen, maar eigenlijk nog niet echt teruggekeken. Omdat je elke keer de alleskunde had, maar dat is nu afgelopen. Ze beginnen nu weer met de zoektocht qua K2, zoekt K3. Nou, dat interesseert me niet. Dus dat ga ik niet kijken, dus dan ga ik dat even terugkijken. Ik moet een video in elkaar zetten, ik moet nog een artikel schrijven. En daarna ga ik Rita kijken en Wicode 37, dus dat wordt het ook. En ik moet weer eventjes alle vlogbeelden af en toe weer naar de laptop sturen. Want ja, anders dan gaat het niet goed komen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Want ik ben eigenlijk gewoon een beetje van slag om echt nog heel vrolijk nu te gaan lopen praten. Dus ik ga het voor vandaag hierbij laten. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 25 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb vandaag wel wat goede berichten binnengekregen. Mijn enkelbandje was klaar. Die had ik meegegeven aan mijn moeder, dat was de planning. De planning was dat ik die aan mijn moeder zou meegeven, zodat zij hem even naar de juwelier kon brengen, omdat ik eigenlijk altijd nog bij de juwelier zit daar. En die ook een beetje betaalbaar is. Dat was ik vergeten, dus die heb ik vorige week aan mijn vader meegegeven. Die heeft hem toen even bij mijn moeder in de bus gedaan, toen heeft mijn moeder hem weggebracht. Die zou eigenlijk 2 oktober pas klaar zijn. Maar het kon zijn dat hij eerder klaar was. Dus mijn moeder had even gebeld. Toen was hij klaar. Dus die heeft ze nog even opgehaald. Dus die is klaar. Gisterenmiddag kwam ook, nadat ik eigenlijk was gestopt met vloggen voor gisteren, het bericht binnen dat mijn camera terug is bij de Mediamarkt. Dus die ga ik morgenochtend even ophalen. Voordat ik naar de verjaardag van mijn moeder ga. Dus dat zijn dan weer de goede berichten. Dan heb ik alles eigenlijk weer een beetje terug. En dat vind ik wel heel fijn. Gisteravond heb ik lekker Flikker Rotterdam gekeken. Ja, hele mooie uitzending. Maar ik vind het soms een beetje verwarrend bij Flikker Rotterdam. Ik heb soms een beetje moeite om dingen te begrijpen. Omdat het soms een beetje onsamenhangend is. Maar uiteindelijk, als ik hier goed op focus, dan snap ik het wel. Dus dat was wel een mooie uitzending. Daarna ben ik begonnen met Hotter Than My Daughter. Nou, dat vond ik wel een beetje erg hoor. Het is natuurlijk altijd erg, maar je verbaast je nog steeds dat dit nog steeds kan. En dan denk ik, dan zie ik soms de eindresultaten en dan denk ik van nou, superleuk geworden. Dus dat was ook wel leuk. Ik heb de video in elkaar gezet, ik heb mijn artikel geschreven. En toen ben ik Rita gaan kijken en Code 37, dus wat dat betreft allemaal, ja, eigenlijk prima. Ik heb nog even Mario Kart gespeeld met Nathalie.
Ik was in eerste instantie zelf even Mario Kart aan het doen en ik was als Isabella. En Isabella is een personage van Animal Crossing. Op de motor, nou tegen de computer win ik wel. Dus daarna zei ik, oh zullen we samen even racen? Ja, is goed. Dus ik was eerst maar even koffie gaan maken, want vorige week waren we ook samen aan het racen. En toen stond ik koffie te maken, toen ging ineens de telefoon. Ja, waar ben je nou? Zegt Nathalie. Ik zeg, nou ik sta even koffie te maken. Ja, die gaat zo even koffie maken, ja. We moesten door. Maar toen heb ik alles verloren tegen Nathalie. Maar dat is niet heel spectaculair, want dat ben ik wel gewend. Ik ben er gewoon nog niet zo heel erg goed in en ik doe wel mijn best. Maar ach, maakt ook niet uit. Het is leuk om samen een spel te spelen. Ik ga even stofzuigen. Eventjes de kattenbak scheppen. Ik heb net al eventjes de bak opgehaald van het oude papier die was geleegd. Dan ga ik even een paar kwasten wassen. Ik kan er niet alles wassen omdat ik morgen nog het een en ander nodig heb. En dan ga ik foto's maken. Dus ik laat je sowieso zien welke producten ik ga fotograferen. Ik ga je daar gewoon even bij zetten. Want ja, anders weet ik het gewoon even niet zo goed. Ik moet even wat spullen halen van boven die ik weer nodig heb met douchen en zo. Dus ach, verder wel een relaxed middagje. Dus ik ga ja, dat eventjes doen. Dus eerder ben ik klaar. En dan zien jullie straks even wat ik ga fotograferen en als ik foto's ga maken. Zo, ik heb even fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst het Hello Good Stuff Face Serum. Ik ben heel benieuwd naar met een oliebasis. Een oogschaduwpaletje van Max & More deze. Een heel klein basicje. Ik heb hier nog een Limited Edition Labello. Het is alleen maar zo'n lelijke sticker overheen. Het ziet er op de foto niet zo mooi uit, maar ik krijg hem er niet af. En ik wil de whitening pen heel graag gaan proberen. Dus ik ga hier even foto's van maken. Kijk, 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 hier wordt een poot uitgestoken. Nee. Dus hier ga ik even foto's van maken en dan ga ik jullie dan even bijzetten. Alles opgeruimd. De lampen staan er alleen nog, maar alles wat weg kon heb ik opgeruimd. Dus dat is mooi. Ik heb zelfs de groente al af kunnen halen, want ik was eigenlijk vanmiddag zo vlot dat ik dat gewoon nog kon redden. Foto's maken ging vrij vlot. Ik heb alle spullen van morgen al gepakt. Dus alles staat zo ongeveer wel beneden. Dus dat is ook wel relaxed. Ja, dat is het eigenlijk ook wel. Wel een lekker middagje zo, wel even druk, maar dat geeft niet. Ik heb nu in ieder geval alles gedaan, maar ik kom nu net van boven. Want ik vond gisteravond vond ik mijn gum terug. Die had ik kwijt. En die heb ik dus eventjes weer boven in het mandje gedaan. Dat was ik dus nog vergeten. Maar verder is eigenlijk alles klaar. De kwasten die afgewassen konden worden of schoongemaakt konden worden, die liggen ook al te drogen. Dus ja, wat dat betreft was het eigenlijk wel een topmiddagje. Wel lekker veel kunnen doen. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks even douchen en eten. Om 6:15 moet Ajax. Dus daar zit ik natuurlijk klaar voor. Verder heb je vanavond al wat in jaar 1997. Ik ben heel benieuwd of ik daar nog wat van weet. Dus dat vind ik wel leuk. Ga ik daarna even Hudson en Rex kijken. Ik ga wel even een kleurtje doen op mijn nagels. Vind ik gewoon iets netter staan voor morgen.
En dan ga ik de vlog in elkaar zetten voor zover, voor tot en met vandaag. Ik moet eigenlijk nog even wat foto's bewerken. En dan ga ik Rita kijken in code 37. En dan is het ook wel tijd om naar bed toe te gaan. Want ja, morgen moet ik naar de verjaardag. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik ga jullie wel meenemen morgen. Dus ik ga wel even zien wat ik kan vloggen. Maar ik ga het in ieder geval proberen. Maar ja, nu eerst even lekker relaxen. Want ik ben nu een beetje moe. Dus ik zou zeggen tot morgen. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Het is 26 september. En mijn moeder is jarig. Happy birthday, mama. Ik kom er zo aan. Ik hou de opening even heel kort. Want ik moet zo even nog boven kijken voor pluggen. Want er werd nagevraagd of ik die had. Weet ik niet, dus moet ik even kijken. Dus ik moet nog even mijn oorbel in en mijn kettentje om. En dan moet ik zo meteen, ga ik die kant op. Dus ik neem jullie mee vandaag. Ik ga zo eerst even de camera ophalen en dan gaan we daarna door naar mijn moeder. Dus ja, even een hele korte opening. Maar ik praat jullie even bij als ik weer terug thuis ben. Dus even gauw door nu. Zo, de camera is opgehaald. Dus die heb ik nu hier binnen. Ik heb een tv-beugel. Allemaal geslaagd. Dus dat is allemaal mooi. Maar kun je nog even een beetje bijpraten? Ik moet even wachten. Ik heb gisteravond wat een jaar gekeken. Dat was heel leuk. En ook nog Ajax. En we hebben gewonnen. Dat was heel fijn. Toen heb ik even Hudson en Rex gekeken. Dat was ook wel een mooie uitzending. Er komt hier iemand met een stepje langs. Nog een stepje. Dus dat was allemaal wel, ja, eigenlijk wel heel erg leuk. Hudson en Rex was ook echt super spannend. Ik zat echt een beetje op het puntje van mijn stoel, maar ik vond hem echt heel spannend. Maar ik ben super blij dat mijn camera terug is. Dus dat is mooi. En dan gaan we zo door naar mijn moeder. Ik heb alles bij. Dus dat is top. Rita was ook weer leuk. En code 37 was ook wel weer spannend. Dus wat dat betreft was het wel een prima avondje. Ja, ik ga even wachten tot we zo verder kunnen. En dan neem ik jullie mee naar mijn moeder. Ik zou kunnen opladen, weet je. Ik heb een nieuwe oplader, ik heb van alles nieuw. Maar ik denk dat ik het gewoon lekker thuis doe. En dat ik gewoon even nog wat beelden maak met de camera. Dat is misschien het handigste. Hartstikke leuk. Nou is een tijgertje erbij, Mickey. Super lief, dankjewel. Ik moet even kijken, op dat apparaat staan kleurtjes. Ja. En er staat er bijvoorbeeld 1 mm, dat is dan bijvoorbeeld hoe rood. Vind je en dan kleur? Als er bijvoorbeeld leuk. 5 mm is paars, ja. Dan weet je precies door hoeveel mm je de kleur moet pakken. Ja, we hebben dan die rode. Ja. Ik ben dat met de ritsjes aan het recht met vee. Oké, ik begin met alles. Vee, dus ritsjes, alles.
Wil je alles in één keer? Maar het is echt een grote op. Maar we waren vanmorgen naar de begraafplaats geweest. Ik zat even naar Maat toe en even naar Pa en even naar Ben. Ja, misschien is dat nog gewoon nog 5 mil. Ja, dat zijn Nathan. Je moet eventjes eigenlijk extra zonder schoenen lopen. Dat ga ik straks misschien wel doen. Oh! Dat is die borstel waar ik het over had. Ja, precies. Top. Ja, ik heb altijd een beetje op mijn broek en altijd... Maar je kunt daar ook heel makkelijk je kussentjes mee doen. Oké. Okay. Het gaat helemaal naar achteren. Oh, dan doe ik het even allemaal. Dat kan straks in één keer in de doos. Ja. Nou. Wat was het voor? Een goede vlogger. Dan luik voor je met de... nog een borstel. Hey, kijk. Ook voor je haar. Ja, die is voor mijn haar. Niet voor de kant. Ik weet niet of die goed genoeg is. Misschien is die te groot. Nee, dat maakt niks uit. Ze heeft een groot hoofd. Oh. Maar ik heb haar. En bedankt. Nee, maar ik heb... hier kun je het wel. Ja. 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 Zo kan je mensen. Ja. Borstelen. Anders kun je hem nou, joh. Wat zou dit nou zijn? Meid. Nee, we houden op. We doen het niet. Nee, een beetje glimmerig papier. Leuk. Ja, het is een beetje een allergaatje. Oh, Nathan had ook zo'n leuke kaart gemaakt. Oh, ik ga straks even kijken. Nou, ja, ik ga met de rest weer te kijken, papa. Oh, lekker. Oh, heerlijk. Ja, ik zou ze niet eten. Nee, hier zit er toch nog één in? Oh. Ja, ze zaten los van elkaar. Hartstikke leuk. Nee, ja, 18 en lekker. Ja, ze zien er klein uit. Ja, klopt. Ja, ze zien er zeker een beetje klein uit. Daarom dacht ik, als je groter wil. Nee, maar als ze uit gaan lubberen, dan. En dit is het laatste cadeau van. Nou, dat heb je veel. Meid. Oh nee, dat mag niet meer. Ik geef je dan een radicale zo, jezus. Oh, wauw. Ah. Je wou het eigenlijk niet, maar toch krijg je het. Ja, we kunnen het niet. Ja, inderdaad. Zoiets, weet je, dit is niet echt 1-0-1. Kijk op de onderkant. Er zit licht in. Oh. Je moet dat dingetje eruit trekken en dan zit er licht in. Maar ik weet niet of er nog een batterij in moet. Nee, joh. Wat leuk! Ah, schattig. Heel leuk, hartstikke leuk. Maar die kan toch gewoon, die is toch wel zo bestendig voor buiten? Nee, joh, dat moet je niet buiten zetten. Kijk op dat kaartje. Nee. Ja, we kijken op dat kaartje. Nee hoor, niet doen. Echt waar, je krijgt echt een beuk hoor. Nee. Ah, yes. Echt een goede koek dan. Nou, ik had die dus ook in mijn hoofd, maar er stond er bij ons nog maar eentje. Hé, hey, er zit nog een cadeautje in. Hey. Oh, heb jij erin gestopt? Ja, maar deze die sluit beter. Die andere met mijn koffie, ja. Er zit niet zo'n randje in. En ze had toch even een deksel. En die was dus die deksel lag er alleen maar binnenin gedrukt. Oh ja, nee, dat is niet best. Dus hartstikke, die neem ik niet mee. Jam! Let op jam zeggen. Ja. Oh, echt? Lekker, dankjewel. Hallo, kikjes. Nou, ik denk dat ze niet overleven, de koektrommel, eerlijk gezegd. Ik denk dat we oude Maya Willemsen moeten zeggen. Oh, jij gewoon de zoek. Kijk, oma, ik heb een Marga. Wat een leuk papier, Nathalie. Ja, nee, heel leuk. Ja, oh, nee, dat was hard. Nee, kom maar. Geef het maar aan oma. Je moet het wel eens laten, Livie. Kom maar. Dankjewel. Ja, heel goed. Want het is voor oma, hè. Oma, ja, er zit nog meer in. Je mag zelf elkaar. 65 of 67 mensen die me gefeliciteerd hebben. Oh. Ja, hey. Top. Sokjes. Sokken. Man. Niet kwijtraken, hè? Nee. Nou, ik heb ze weer gevonden. Oh ja. Lenter sok ook weer. En Nathalie de sok. Ik heb nu uitgepakt. Wordt. Je moet hem aan oma geven, lieve. Dankjewel, man. Hartstikke mooi. Oma, ik begin vast hoor. Ja, alles goed. Oh jee. Ik ben oma zo. Oma, dankjewel, lieverd. Ja, Noel scheurt ze makkelijk, hè? Kijk. Dit is voor oma. Oh, nou ga ik gewoon naar de. Oh. Hey. Lekker, man. Mooie sokken. Kunnen we weer wat anders. Heb je wat pakken? Ga je nog nog geven aan oma? Deze moeten we samen doen, die is heel zwaar. Zo. Hoi oma. Dit is een zwaar cadeau. Dankjewel. Leuk jullie. Ja. De hele dag, hè? Ja, dit, oh, ik mag ook nog een beetje. Doe maar twee mag je dan geven, goed? Doe maar, dan mag je laatste cadeau. Oh,
Oh, je gaat gewoon even toch. Top. Oh, wat handig. Ja, ja. Brood smeren. Oh, dat is wel handig. En niet meer in de vaatwasser doen, want ze kunnen er echt niet tegen. Nee, dat geloof ik ook niet. Echt niet. Moet niet staat er ook echt op dat ze voor de vaatwasser zijn? Nee, maar ik deed dat standaard. Ook, ja, nee. Jawel, er staat gewoon op. Vaatwasbestendig, ja, maar het slaat er nergens op. Op een gegeven moment gaat het gewoon splijten. Zonde. Ja. Ja. Oeh. Ik ga even open. Dankjewel. Zo, en het tongetje in de bus. Hey boef. Hi. Hey. Een glazen plaat. Een snijplank. Helemaal niet. Opletten. Glas stop. Oh. Oh, een weegschaal. Toppie. En een glazen plaat. Helemaal. Het is wel een glazen stop. Een glas stop. Dus daarom denk ik van nou. En er staat op kitchen skill. Maar ja, maar dat is zo wel als het gekke oma, die weet het niet, oh, hè? Leuk. Laat ik kijken. Oh, die is heel leuk, ja. Hoepie. Oh, heel leuk. Met die avocado's en groentes. En... ja, dan heb ik ook die planken van Frank toen vorig jaar met kerst. Zie je, een lekker. Heb jij ook een cadeautje gekocht? Lief hoor. Oh. Oh, zo so cute. Schatje. Ja, dat is jouw cadeautje. Zo, ik ben inmiddels al wel weer eventjes thuis hoor. Het is nu 6:55, maar ik heb eerst even gegeten. Ik had even een patatje opgehaald bij de snackbar. En toen kon ik even eten. Hartstikke leuke middag gehad bij mijn moeder. Ze heeft een hele leuke verjaardag gehad. Ze vond het heel gezellig. Ze was blij met de cadeaus, maar dat hebben jullie kunnen zien. Goed verwend ook, dus hartstikke leuk. Nou ja, ik heb dus mijn camera opgehaald en ik heb een compleet nieuwe gekregen. Hij kon niet gerepareerd worden, dus ik heb gewoon een hele nieuwe camera. En het leuke is... even pakken. Ik heb ook een muurbeugeltje gehaald voor de tv. Ook vind ik allemaal dat ik nu dus gewoon dit is de camera. Nieuwe camera weer. Compleet nieuws. Ik zal vanavond even de batterij opladen. Ik heb dus nu twee batterijen, want ze hebben volgens mij mijn oude batterij er ook weer bij heen gedaan. Dus ik heb er nu twee. Nou, dat scheelt weer een camera of een batterijtje kopen. En ik heb ook een muurbeugeltje voor de televisie. Kreeg ik nog 5 euro korting op, omdat ik dus jarig was geweest. Nou, dat is hartstikke leuk. Ik had even die app gescand van Mediamarkt, want dan heb ik gelijk de bon ook digitaal. De bon of kleuren nog wel eens, dan heb je hem gewoon digitaal. Dat is ook hartstikke handig. Ik ga zo even lekker douchen. Ga ik straks, hoe heet het, kijken? Miljoenenjacht. Ga ik daarna eventjes wie van de drie kijken. Ik ga even mijn nagels lakken met het kleurtje wat ik wil gaan gebruiken. Want ik had deze gewoon even voor vandaag erop gedaan. Maar ik heb al best wel wat beschadigingen. Verder moet ik foto's bewerken. Vanavond Rita en ga ik verder met Connie en Clyde. Dus dat wordt verder ook de avond. Dus niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Oh, daar gaat de muurbeugel om. Want Mickey gooit die nu net om. Dus ik ga nog even genieten van mijn milkshakeje. Lekker chocola. En ik heb geen... rietje van papier. Hoe fijn. En dan kan ik morgen lekker mijn camera weer gebruiken met vloggen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Oh. Goedemiddag op deze maandag. Het is 27 september. Ik ben klaargemaakt en ik vlog weer met mijn camera. Yay! Helemaal blij mee. Ik heb hem zo gemist. En ja, dat is gewoon super fijn. Ik kreeg straks een appje van mijn coach, want zij begint deze week weer met werken naar haar vakantie. En toen kwam er even een kleine error in mijn hoofd, want zij appte. Ik kom morgen al. Haar planning is dus omgegooid en dat zou dus betekenen dat ze de ene week dus op maandag komt. Of op maandag, op dinsdag komt en de andere week op donderdag. Dus in mijn hoofd ging dat eventjes niet helemaal goed. Ik moest gelijk brainstormen. Oké, hoe ga ik deze week dan toch mijn planning afkrijgen omdat het nu anders ligt? Kijk, normaal als ik... deze week is de week dat ik eigenlijk alles doe. Dus dat betekent dat ik ook de slaapkamer doe en nou ja, de woonkamer, de douche en de gang. En ik moet dus nu die planning even gaan omgooien. En ik heb dus nu besloten dat ik op morgen, dat ik morgen wel gewoon even de kattenbakken ga schoonmaken. Want die moeten gewoon. Even volledig alles eruit en zo.
En dat ik dan woensdag de douche en de gang verder ga schoonmaken. En dan donderdag even de woonkamer. Want anders weet ik niet hoe ik het moet gaan rondkrijgen. Dus ja, dat is dan voor nu eventjes hoe de planning eruit gaat zien. Kijk, zoals volgende week, dan is ze wel weer gewoon op donderdag er als het goed is. En dan is de planning zoals die nu is gewoon prima. Maar de weken dat ze dus op dinsdag komt, zal ik dus de planning moeten omgooien. Dat zal dus betekenen dat ik dan op donderdag ga filmen en op maandag de schoonmaakklus ga doen. Dus ja, het is eventjes in mijn hoofd ook een beetje chaos, maar het is even wat het is. Dus daar moest ik even aan wennen. Ja, gisteravond heb ik lekker Miljoenenjacht gekeken. Dat was heel leuk. Ik heb daarna Wie van de Drie gekeken. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik zal even het nagellakje pakken. Want sommigen vinden dat misschien leuk om te weten. Ik zie ook dat ik mijn horloge nog niet om heb. Dus dat is ook gelijk een gemis. Oh, het is hier ook zo'n bende op mijn kaptafel. Ik heb het even niet op de rit. Maar ik heb dus het kleurtje van Max Factor, de Master Peace Express Quick Dry nagellak. En dat is deze roze. En deze heeft de naam 271 Believe in Pink. Ik vind het wel een heel leuk kleurtje. Ja, ik word er wel blij van. Daarnaast heeft Nathalie gisteren voor mij een nieuwe screen protector op mijn horloge gedaan. Ze had gezien in de vorige vlog dat ik er zo mee aan het strukkelen was. En toen zei ze, zal ik een nieuwe meenemen en hem de zondag voor je opdoen? Zei ik, nou dat is goed. Dus kijk eens hoe netjes zij hem erop heeft gekregen. Bij mij zaten er op een gegeven moment allemaal bubbels onder. Maar zij heeft gewoon echt letterlijk één bubbeltje. Ze zei wel, het ligt niet aan jouw skills. Het ligt wel echt aan het horloge. Want ze zegt... aan het horloge, aan de screen protector, want die is gewoon een beetje lastig met plakken. Ik was eigenlijk bang dat die omhoog gedrukt zou worden door het hoesje, want ik heb er natuurlijk een hoesje omheen zitten, maar het is nu niet gebeurd, dus zij heeft het heel goed gedaan. Verder had Nathan nog wat voor me meegenomen bij de Action, dat zal ik zo even laten zien. Nadat ik Wie van de Drie had gekeken, heb ik eventjes gekeken naar, of heb ik eerst even de foto's bewerkt. En heb ik Rita gekeken en daarna Connie en Clyde. En ik zag net dat Undercover pas 21 november op Netflix komt. Dus dat duurt nog even. Dat is wel jammer, want dat is nog best wel lang. Maar goed, we gaan er gewoon dan extreem van genieten. Ja, ik ga nu even je stofzuigen en de bakken scheppen. Dan ga ik even de video voor de boeken opnemen en daarna toch even bullet journalen. Want ja, ik hou nu de planning gewoon even aan zoals ik hem vandaag gepland had. Want anders dan wordt het nog meer kortsluiting in mijn hoofd. Dus dat ga ik wel eventjes doen. En dan, aankomende dagen is het dus even anders, maar dat zien jullie wel. Ik ga even mijn horloge opdoen en dan zal ik jullie even laten zien wat Nathalie nog had meegenomen voor mij, wat ik om had gevraagd. Even op de slaapkamer. Het is hier nu een bende van ellende. Ik zie nu dat ik niet eens concealer heb aangebracht. Lekker slim. Ik kan jullie nog wel even nu wat beter de beugel laten zien voor de tv. Ik heb dus deze gekocht. Want hier kan... Ja, deze is net wat steviger als degene die ik eerst in mijn hand had. Die kan ik als goed is zelf gewoon ophangen. Dus dat is een mooi klusje voor van de week. Kijk, de toast kwam eruit. Nathalie heeft voor mij eventjes deze markers meegenomen, want ik had die markers gehaald en deze kleur ontbrak nog, dus die heeft ze voor mij meegenomen. Mijn moeder had even hulsen meegenomen, want die was ik vergeten. En mijn enkelbandje is terug. Even kijken of ik die kan openmaken met één hand. Ja. Ho, ho, ho. Daar is die hoor. Kijk. Helemaal heel weer. Dus helemaal blij mee. Dus die kan ik ook mooi weer om. En ik had van Nathalie nog extra letters gekregen voor dit dingetje. Die kunnen dan, hier had zij dunne letters voor. Toen zei ze, heb jij zo'n dunne, anders mag je die hebben. Dus die heb ik mooi meegekregen. Dit is dus even de ontplofte bende bij de kaptafel. Dus dat moet ook opgeruimd worden. Maar ik ga het nu eerst even stofzuigen en eventjes de video opnemen voor de...
boeken. Dan is dat klaar. En dan ga ik daarna even bullet journalen. Dus zet ik jullie daar gewoon even bij. Want ja, ik ga het nu gewoon even de planning volgen die ik al in gedachten had. Dus tijd om dat te gaan doen. Zo, toch wel even lekker bezig geweest al met al. Ik moest wel lachen, het tijgertje werd eigenlijk een beetje wild van de blaadjes die je nu buiten aan de bomen ziet bewegen, omdat het zo waait. En dat warrelt natuurlijk, dus dat vond ze wel een grappig gezicht. Maar ik heb wel eventjes gewoon lekker even kunnen bullet journalen. De doodles zijn eigenlijk heel zo goed als af. Ik moet er nog eentje, maar dat is echt een hele moeilijke, een bepaalde stoel is dat. Maar ja, toch wel even lekker bezig geweest. Ik ga straks even douchen, eten. Vanavond heb je weer Kopen zonder kijken, familie Meiland. En dat is het ook eigenlijk wel. Wat ga ik verder doen? Eventjes de foto's of mijn artikel schrijven. Even het een en het ander nog doen. En dan daarna ga ik gewoon eventjes lekker Rita kijken en met Connie en Clyde verder. Dus dat wordt verder ook de avond niet heel interessant. En dan, morgen zien we het wel weer. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 28 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net even de tijd en datum ingesteld en ook even de taal van de camera, want dat had ik nog niet gedaan. Ik ga zo even de kattenbakken doen, want om 2:30 moet ik boodschappen doen. Dus dat kan nog mooi even voordat mijn coach er is. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Kopen zonder kijken was heel mooi. De nare familie Meiland was ook weer heel erg leuk. Toen ben ik eigenlijk ook vrij snel mijn artikel gaan schrijven. Dat ging vrij vlot. Ik heb nog wat foto's bewerkt. Ik heb zelfs al de video van de boeken in elkaar gezet. Dus ik hoop eigenlijk vanavond nog een extra artikel online te kunnen zetten. Maar ik weet niet of het gaat lukken. En anders dan komt het volgende week. Want ik moet even kijken hoe het allemaal ruilt en zeilt. Dat eigenlijk. Toen heb ik Rita gekeken. Dat was de laatste aflevering van seizoen 2. Dus ik ga vanavond naar seizoen 3 toe. En ik heb weer Connie en Clyde gekeken. Ja, het is wel humor. Ik kan er wel om lachen. Dus dat is allemaal wel grappig. Verder ook niet heel veel te vertellen, want er is weinig gebeurd. Dus ik hou de intro vandaag ook maar een beetje kort. Want dan ga ik zo eerst eventjes de kattenbakken doen. En dan kan ik zo meteen de deur uit voor de boodschappen. Dus dat is het ook eigenlijk wel. Verder wel niet zo lekker geslapen ook. Het was wel weer even wat minder. Morgen weer nieuwe kans, toch? Dus verder staat alles klaar. Ook voor het eten vanavond al. Dus dat is op zich wel lekker. Dus dan ga ik nu gewoon eerst even die kattenbakken doen. En dan kan ik, als mijn coach dan is, dan kan ik ook gelijk weg. Ik zal even de boodschappentassen pakken. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon zien als ik weer terug ben. Dan kan ik nu gewoon even gauw de kattenbakken doen. En dan is er toch niet al heel veel te doen vandaag. Dus dat ga ik dan nu eventjes doen en dan zie ik jullie later. Mijn coachje is wat later, dus ik dacht wel even tijd om dit een beetje op te ruimen. Want dit is echt wel een beetje een ontplofte bende. Dus ga ik dit mooi eventjes netjes maken. Dus
Misschien dat ik jullie daar nog wel eventjes bij kan zetten. Want ja, ik moet nou toch even wachten. Dus dan kan ik beter nog even wat gaan doen. De kattenbakken zijn inmiddels al klaar. En ook heb ik stof gezogen. Nou, er is in ieder geval het een en ander weg. De rest gebruik ik allemaal nog, dus dat laat ik nog mooi even staan. Maar het overtollige is in ieder geval weg. Dat is altijd al wel weer heel erg fijn. En nu ga ik even wachten tot mijn coach er is. Dus nu zie ik jullie echt gewoon straks weer terug. Ik ben terug met de boodschappen. Ik zal ze jullie even laten zien. Ik zal even de tassen hierheen slepen. Het is inmiddels 4:55. Mijn coach ging om 4:10 weg. We hebben nog even koffie gedronken en wat dingetjes gedaan. Dus dat is top. Het blijft nu toch de dinsdag. Dus ik ga nu wel even mijn planning omgooien. Maar goed, dat is dan eventjes niet anders. Dat komt ook wel weer goed. Ik zal eventjes de tassen pakken. Ik heb allereerst 2 keer de extra volume spekreepjes. Die waren bij de Aldi. Daar heb ik gelijk 2 van ingeslagen, want die waren best wel goedkoop. Ik heb een pak shawarma meegenomen bij de Aldi. Ik heb hem daar nog nooit gegeten vandaan gehad. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Maar die was dus nu in de aanbieding. Dus die gaan we maar eens eventjes proberen. Nou, het tweede pak met spekreepjes. Ik heb een zak spinazie voor maandag. Ik ga maandag van laten eten. Die was nu ook heel goedkoop bij de Lidl. Bij Lidl is altijd die aanbiedingen, weet je wel, van maandag tot woensdag. En dan, dat loopt niet zo lekker. Ik heb nog een pak met vitaminedrank. Ik ben bijna door mijn sap heen, dus ik denk, nou, toch weer even wat inslaan. Ik heb een pakje met melk weer. Oh, met kattenvoer heb ik weer gehaald. Dan heb ik 2 pakken slaapdrink. Dat was 2 pakken voor 4 euro op die Lidl app. Dat was wel chill. Ik heb eventjes weer ibuprofen meegenomen. Dat is ook altijd wel fijn. Dan heb ik even bij Trekpleister nog zo'n klapmandje gehaald. Dat was wel handig. Die had ik boven al eentje van in gebruik. Dus ik nou neem ik die nog eventjes mee. En bij het kruidpad had ik de huid, haar en nagels weer eventjes gehaald. Want die van mij die was bijna op. Ik heb nog eventjes een ding met schoonmaakazijn, want mijn balkon is een beetje groen. En volgens mijn moeder kan je dat hier heel goed mee schoon krijgen, dus dat wil ik even proberen. Ik wil alvast wel het tafeltje en de stoeltjes opruimen, maar omdat het nu nog zoveel blaadjes wijkt, moet ik even wachten met vegen. Ik heb 2 bakken chocomel gehaald bij de Aldi. Die waren nu €1,50 per stuk, dat is natuurlijk een goede prijs. Ik heb een crystal clear ook nog meegenomen. Die vind ik ook erg lekker. Die was ook een eurotje. Ik heb toch een pakje gehakt voor maandag. En daar was ik heel blij mee. Bij Aldi hebben ze dus wel half om half gehakt. In kleine verpakkingen. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik heb even bandjes meegenomen. Eventjes voor de fijne wasmiddel. Voor de handwas gebruik ik dit altijd. Dan heb ik hier nog een bakken en braden. Zakje patatjes en een zakje aardappelschijfjes. En dan zijn ook alle boodschapjes. Ik ga dit eventjes opruimen en dan kom ik nog even bij jullie terug. Zo, alles eventjes opgeruimd voor zover het lukt. Ik doe de rest morgen naar boven. Ik moet wel even vanavond mijn nagellak opnieuw doen, want die is heel erg beschadigd zoals je kan zien. Had ik al wel verwacht hoor, dat is meestal wel met de boodschappen. Ik zal eens even kijken of er vanavond wel toevallig, komt. Vier handen op één buik. Dus moet ik even wat dingetjes opnemen. De tv-gids, als die wil laden. Sowieso kijk ik vanavond de handhavers. En ik ga eens even kijken. Je hebt vanavond ook nog Ajax. Die begint om 6:45. Dus die wil ik wel even zien. Ja, 4 handen op 1 buik komt. Dus dan ga ik dat wel even kijken. Neem ik even die nieuwe serie op net 5 op. Adem in, adem uit.
En nou, even de nagels opnieuw doen. Verder moet ik eventjes de vlog wil ik verder afmaken. Foto's bewerken. De video inplannen voor morgen. En ja, dan kijk ik ook nog aan een extra artikel toekomt. Ik moet even kijken hoe en wat. Sowieso ga ik Rita kijken en Connie en Clyde. En dat wordt verder ook de avond niet heel bijzonder of zo. Maar gewoon, ja, wel gewoon lekker. Dus ik ga nu nog even lekker relaxen. En dan straks douchen en mijn dingen doen. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ik weet niet of het een hele lange vlog is geworden. Maar goed, ik heb in ieder geval mijn camera terug. Het is heel fijn. En nou ja. Ben je in ieder geval nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje bij mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra er een nieuwe video van mij online staat. Vond je deze video nou leuk, doe dan even je duimpje omhoog. En ja, dat gezegd hebbende, dus wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!